Op de World of Electronics hebben we een aantal interessante paviljoens. Hier staan we op het test- en meetpaviljoen bij de firma DWTRON. Naast mij staan Marlies en Andries. Kunnen jullie iets vertellen waarom jullie als bedrijf op het test- en meetpaviljoen staan? Ja, natuurlijk kun je iets vertellen. In principe doen we al jaren mee met het test- en meetpaviljoen van het FAI. En voor ons is het belangrijk dat wij natuurlijk richting onze klanten laten zien wat is nieuw, maar ook het klantcontact. Dat is het fysieke contact van kom eens langs, in plaats van op een website gaan zitten kijken, mensen live-to-live ontmoeten, praktische demonstraties geven, maar ook vragen beantwoorden die spelen in de markt. En dat is wel denk ik echt een meerwaarde, maar liefst dat de mensen naar hier komen en met jullie praten, want het leven moet toch een beetje plezant zijn. Het moet gezellig zijn, je moet lekker met de klant kunnen praten, je moet ze uit kunnen leggen waar het allemaal over gaat met onze producten, maar vooral ook vragen wat hun bezighoudt. Waar zijn zij mee bezig? Wat willen zij graag weten? Wat voor problemen lopen ze tegenaan en hoe kunnen wij hun daarmee helpen? Development Club Paviljoen en de Development Club, what is it all about? Ja, Development Club is een groep technische bedrijven, ongeveer 40 bedrijven die we proberen, samen te werken, dus aanvullende competenties hebben. Er zitten ook concurrenten bij en dan zie je dat er ook op dat lage niveau al aanvullende competenties zijn. De ene is heel goed digitaal, de andere heel goed analoog. En als ze nou een paar keer per jaar samenkomen, dan gaan die scherpe randjes eraf en dan gaan bedrijven samenwerken. En ook het doel van het FAI hiervoor is een deur te openen bij grote OEM's om die competenties duidelijk te maken. Dus een bedrijf als ASML zit niet te wachten op een tweemansbedrijf, maar je zit wel te wachten op de Development Club, omdat dat een veel grotere ambitie heeft en veel verder kan en een groter netwerk heeft. Zijn bij jou de scherpe kantjes er al af? Nou, we gaan het zien. Ik hoop het. Wie ben je? Wat doe je? Ik ben Joyce van Grinsven en ik sta hier namens GBO Innovation Makers. Wij maken als het ware producten. We doen een stukje design, engineering en de productie. En het is inderdaad wat jij zegt. We houden van samenwerken. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld wat we voor Rituals hebben gedaan. Daarbij doen wij dus de behuizing, de buitenkant. Maar werken we samen met Spinoff, het bedrijf dat hiernaast staat. En zij leveren dus de elektronica. Ja, en wij zijn er ook van overtuigd dat samenwerken snellere producten tot de markt brengt. Dus eerder getest kunnen worden en eventueel ook weer verbeterd kunnen worden. Je kan engineers helpen om optimaal ontwerpen te maken. Wij leveren dan de printplaten met LED erop. Wij produceren LED-printplaten in Almere, in Nederland. We hebben een zevental SMD-lijnen staan. En we onderscheiden ons in de markt doordat we lange prints van ook 1,5 meter kunnen produceren. Ja. En de Development Club ingebed in de industriële elektronica branche van het FAI, dat biedt jullie meerwaarde? Absoluut. Kijk, we staan nu in een collectief. En dat is heel leuk, want je kan elkaar versterken. Je kan naar elkaar doorverwijzen. Je kan van elkaar leren. En daarmee ben je dus ook effectiever naar de mensen, de bezoekers hier. Er is goed gefaciliteerd, je staat samen, je hebt minder omkijken naar je stand. Nou, het is hartstikke netjes verzorgd. Dus ja, ik ben heel erg blij met dit paviljoen. Er valt altijd wel iets nieuws te ontdekken. En wat hebben we hier ontdekt? Het bedrijf ABC, voor de eerste keer op de beurs. Olivier, ja. Wat doen jullie precies? Wel, we zijn eigenlijk sinds 22 jaar gespecialiseerd in het herstellen en verkopen van obsolete industriële elektronica. Nu, hedendaagse levertermijnen zorgen ervoor dat wij niet enkel obsolete elektronica verkopen, maar ook heel wat recente zaken. Zolang de levertermijnen bij de grotere fabrikanten zoals de Siemens of Rockwell erg lang blijven, is het voor ons opportun om ook de markt te gaan afspeuren naar die recente PLC's, om die ook zo snel mogelijk aan de man te brengen, om stilstanden bij onze klanten te gaan voorkomen. En als producerend bedrijf kan ik alleen maar beamen dat dat zeer belangrijk is. Want wij hebben natuurlijk zeer dure machines en productielijnen die je gedurende jaren wil gebruiken. En dan gaat er een klein stuk stuk en dan ligt de lijn stil en dan zijn jullie aan de beurt. Dat is het leuke en het uitdagende van onze job. Wij zijn een nuttig bedrijf en anders zou ik mijn job niet op die manier willen doen. Wij komen niks niet verkopen aan onze klanten. Ik zeg dat ook als ik langs sta bij een klant. Ik zeg van, oh, no worries, ik kom je niks niet verkopen. Het is pas als jullie in de problemen komen van deze PLC wil of kan onze fabrikant niet meer verdelen.
dat komen wij eraan te pas. Dan zeggen wij van, oh, wij kunnen die wel nog terugvinden bij, uit onze eigen stok of uit ons wereldwijd netwerk van mensen waarmee we een partnership hebben die eigenlijk dezelfde zaken uitvoeren als wij. Of we kunnen uiteraard gaan kijken om datzelfde stuk identiek te gaan herstellen. Heel veel van onze klanten zitten ook in de pharma-wereld, waardoor ze met heel veel validatie zitten, waardoor ze niet zomaar kunnen zeggen van hé, hey, we steken dan gewoon een nieuwe frequentiesturing op. Die zeggen van nee, dit moet identiek hetzelfde stuk zijn. Ja. En dat is waar ABC dan uiteindelijk kan uitblinken, om die service dan ook te voorzien. Lange, interessante en ook vaak plezante dag op de beurs komt het beste stuk. Bij onze vrienden van TWP, waar we al jaren mee samenwerken, een goeie bolletje, dat gaat er altijd in. Zie jullie morgen. Dag.